Lekker in je vel. Hoe ziet dat er voor jou uit? Blij zijn met hoe je zelf bent en gewoon gezellig doen met, ook met anderen en aardig blijven. Dat vind ik als ik buiten ben. Ik kan heel erg genieten van de natuur, van buiten zijn. Maar ook op mijn yogamatje. Dan ben ik heel erg lekker in mijn vel. Ja. Sowieso een goede gezondheid. Zowel geestelijk als lichamelijk. Het mooie weer, alles om me heen, dat ik mijn mensen goed kan helpen. Als ik goed heb uitgeslapen en lekker ontbijt en lekker op mijn gemakje naar mijn werk toe ga. En, in principe met een zonnetje kan mijn dag niet beter hoor. Ja, het is morgens in ieder geval gezond opstaan en fit. En een beetje relaxed, een beetje leuke dingen doen overdag. Bijvoorbeeld in deze kringloopwinkel werken, dat vind ik heerlijk. Nou, lekker naar buiten, lekker wandelen, boodschappen doen. En even in het park zitten. Waar kom jij je bed voor uit? Om te voetballen met mijn team. Dat vind ik heel gezellig. Leuke dingen doen met mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor chocola en boerenkool met worst en augurken. Ja, voornamelijk gewoon gezelligheid met anderen. Lekker afspreken, iets doen. Dat. Nou, ik denk als mijn kleinkinderen al onder aan de trap staan te roepen. Ook meteen met tijd. Ja. Om leuke dingen doen met de kinderen, kleinkinderen, lekker eten, koken, leuk. Om te zwemmen. Voor gezellige dingen doen met mijn familie. Voor naar optredens te gaan. Een lekkere maaltijd van moeders. Ah. Of lekkere nootjes van onszelf. Ja hoor. Is er iets wat jij zou willen veranderen in je leven? Ik zou graag meer gedisciplineerd willen zijn in het hardlopen. Het lijkt me heel leuk om goed te leren koken. En ik zou ook wel willen leren dansen. Nou, ik zou wel heel graag willen veranderen dat ik eens wat beter voor mezelf opkom. Dat ik wat vaker dingen zou doen die ik zelf echt leuk vind. Dat zou ik wel willen veranderen in mijn leven. Gezondheid. Gezondheid. Ja. En gezond blijven natuurlijk, hè. Nou, daar lekker aan. Misschien iets beter zijn in dingen afmaken. Dat, want ja, heel vaak begin ik dan wel aan iets of wil ik iets gaan doen, maar dan lukt het uiteindelijk toch niet om het af te maken. En ja, dat zou toch wel iets beter en mogen. Dat,